Bij bakkerij Jenny van de Putten uit Mierlo kon donderdag de champagne alweer open. Eén keer winnen is leuk, twee keer is al heel goed en drie keer is al uitzonderlijk. Voor het derde jaar op rij werd de Mierlose bakker uit 428 winkels verkozen tot de beste echte bakker van Nederland. Dit jaar hadden we het ook echt niet, wel gehoopt, maar het was echt heel erg spannend. Deze bakkerij is beoordeeld op 78 punten voor de winkelbeoordeling en is op de achtste plek landelijk geëindigd van alle 428 winkels. En dat is een hele goede prestatie. Daarnaast is hij tweede geworden landelijk over de kwaliteitsbeoordelingen die we laten uitvoeren. En dat gaat over 4.500 productbeoordelingen. Het gemiddelde daarvan is hij het beste geëindigd en dan mag je je beste echte bakker noemen van Nederland. En wat is jullie geheim? Ja, we hebben geen geheim. Gewoon letten op de kleine dingen. Echt goed met je vak bezig zijn. Dus dat is het, gewoon opletten? Ja, op goede grondstoffen kopen, proberen lekker lang te kneden, meten is weten, dus de degentemperaturen. Dat hangt van zoveel factoren, vochtigheid in de bakkerij, de deur op tijd dicht, ventilator niet te lang aan, want dan trekt het weer vocht uit de bakkerij. Dat zijn allemaal kleine dingen waar je rekening mee moet houden. Nou, heeft deze winkel voor de derde keer op een rij gewonnen, is dat uitzonderlijk? Er zijn er nog één of twee in de historie van 45 jaar die dat hebben gepresteerd. Maar inderdaad, dan hebben we het over twee of drie man in de laatste 50 jaar. Dus het komt bijna niet voor. Het is ook heel erg moeilijk om dit niveau vast te houden. Het is echt topsport. Wat gaan jullie nu de rest van de dag doen? Ik pak daar nog een paar glazen champagne en dan ga ik naar bed. Want ik moet om 8:30 weer in de bakkerij. Dan moet ik weer beginnen. Dank je wel.